Ja, ja, weet je, ik vind het is ook niet mijn taak om een keuze te maken, maar ik zou het toch echt wel. Nee, ik vind niet dat ik daar een keuze voor moet maken. Ik vind, het zijn zulke drie verschillende verhalen. Proud of myself and proud of the movie. Met a lot of new people and just nice to mingle around a bit. Nice to see other young people and learn, like shake hands and say hi to some people and learn some names. Yeah. We veel nieuwe mensen, nieuwe gezichten gezien. Leuk dat ze Gomio en Food Reporters dit blijft doorzetten en dat we steeds meer nieuwe jonge chefs leren ontmoeten en kunnen toevoegen aan dit mooie event. Dus ja, het was een spannend en leuk dagje. Ik wil ook die mensen verrassen, ik wil een glimlach bij die mensen en dat is mijn filosofie. Mensen laten lachen in een hele relaxe setting, klein beetje nonchalant, heel laagdrempelig. En dat is mijn filosofie over eten bereiden. Top kwaliteit, top, 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 mijn alle facetten. Heel trots, super. Vooral na de eerste keer. Nu merk je dat er echt een soort van vibe ontstaat onder de jonge chefs. Ze hebben het een beetje gehoord vorige keer. We hebben ook al een paar chefs uitgenodigd die al iets meer tot de gevestigde orde behoren. Vandaag was echt overwegend alleen maar jonge, goede topchefs van heel Nederland. Dus je merkt dat het echt een beetje een movement begint te worden. Dus ik ben daar heel, heel blij mee, heel trots op. Goede plek, goede mensen, goede partnership. Het klopt allemaal gewoon.